Ik lag heel veel bij Noordhoog. Te vaak. Soms te vaak. Ja. Er wordt met regelmaat flink gelachen. Ja. Ja, als je geen lol hebt met je collega's, dan worden het lange dagen. Er wordt heel veel gelachen bij Noordhoog. Ja, toch? Ja. Ja, marketing is natuurlijk van levensbelang voor een bedrijf. Niemand kent de klant beter dan marketing. Wij Noordhoog maken van de beste producten. Alleen, ja, dat moet wel verteld worden. Nou, ja. Wie doet dat? Nee. En hoe zonde zou het zijn als die producten niet bekend zijn bij docenten en leerkrachten? Wat ik bijdraag aan marketing is dat ik Noordhoog een gezicht geef. Qua uitstraling, qua merk, wie we zijn. Nou, ik werk bij Noordhoog omdat ik het echt fantastisch vind om vanuit mijn discipline, hè, vanuit marketing, een bijdrage te leveren aan beter onderwijs in Nederland. Koffie is geweldig. Tadaa! Lekker! Bolen of pubquiz? Oh, pubquiz, ja. Pubquiz natuurlijk. Rustig of druk? Druk. Ja, lekker druk. Ja, chaos is heerlijk. Hyper. Druk! Rustig. Cultuurcommissie of sportcommissie? Sportcommissie. Jij zit in een sportcommissie toch? Sportcommissie! Tafeltennis of rondje wandelen? Tafeltennis. Tafeltennis. Rondje wandelen. Kerstborrel of zomerfestival? Allebei. Meer borrels. Ja. Domibo of drakenbootrace? Drakenbootrace. Ja. Gedreven of deskundig? Deskundig. Gedreven. Deskundig. Deskundig. En deskundig. Ja, daar kan ik niet uit kiezen. Botersprits of eierbal? Wat? Eierbal. Bootsprits. Boot, eierbal. Eierbal. Je kunt hier echt eigen ondernemer zijn. Als jij een idee hebt en je hebt een goede pitch en je hebt een goed verhaal en een goede onderbouwing, dan krijg je enorm veel ruimte om dat te ontwikkelen. Een tip voor iemand die komt solliciteren. Ja. Diep je goed in de business en wees gewoon jezelf. Nieuwsgierig zijn in het bedrijf, je moet willen ontdekken. Dus je moet echt gewoon die nieuwsgierigheid moet je aanzetten. Groene kleding aan. Stel vooral veel vragen. Hier zijn dingen nooit af. Alles is continu in ontwikkeling. Als je van verandering houdt, dan moet je bij Noordhoog zijn.